Yo, what up, Wilbro's? Welkom op mijn gamekanaal. Vandaag reageren we op First Dates. Ik ben de mensen om mij heen heel dankbaar, want ik zelf kijk dan geen reality tv-series. Ik kijk niet eens tv. Het zijn juist de mensen om mij heen die naar mij toe komen en zeggen: Wilbo, misschien is dit leuk voor jou om op te reageren, omdat ze weten hoe ik ben. Dit is een first date met een reality ster genaamd Shirley. Shirley Kramer is, kan je misschien kennen van Ex on the Beach of Temptation Island VIPs. Twee series die ik ook niet ken. Om een beetje een plaatje te schetsen van haar, is zij een persoon die al vanaf haar 16e dus al spaart voor een borstvergroting. Dat kan. Ieder zijn ding. En ze is dol op plastische chirurgie in geheel. Vind jij dit soort video's nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als jij niet geabonneerd bent. Bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. En hier op het eerste plaatje kunnen we al zien wat voor... Letterlijk, als ik een blind date heb en ze komt zo aanzetten, dan zou ik weg zijn. Rotterdamse influencer Shirley is de eerste kandidaat die vanavond op Valentijnsdate gaat. Het zijn dus dit soort mensen waardoor ik het altijd heel ongemakkelijk vind om mezelf een influencer te noemen. Bij sommige mannen lijkt het een soort van gewoon iets van een bucketlist of zo, zeg maar. Een checklist van, oh, weet je wat, lekker hier Shirley van Ex on the Beach, weet ik veel, kan ik die afvinken? Ik verdien mijn geld met lekker foto's verkopen van een bloot rolletje. OnlyFans, fantastisch. Ja! Als ik een vrouw was en ik had een figuur waarmee ik honderden duizenden euro's kon verdienen als ik er simpelweg foto's van maak. Hell yeah, dat doe ik! Ja, moet ik nou even naar je kijken? Ja, kijk maar naar Hartenest, welke kant? Wat is dat voor vraag trouwens? Je loopt zomaar over straat en gaat van... Hé, mag ik even naar jou kijken? I mean, het is voor een programma, klinkt gewoon raar. Nee, ik heb geen liefdesleven hoor. Ik heb ook echt een best hekel aan daten. Aan mannen ook meestal. Ja, weet je, ik doe mee in deze serie. Ik haat daten. Ik heb geen liefdesleven. Ik haat mannen ook trouwens. Dus. Ik hou van barmannen. Eerlijk, ik haat gewoon hoe knap die barman is. Als ik mee zou doen aan die serie, dan zou ik niet bij die bar willen zitten. Vijf voor drankje. Ja, of de vodka, Sprite en zo na. Ja. Nou, tenminste, dit vind ik wel lekkerder, maar het duurt zo lang. Ja, ja, daar heb ik het geduld gewoon niet voor. Geduld is dus niet mijn sterkste kant. Zeg maar, dan kom ik daar aanzetten bij first dates, hè. Moet je je voorstellen, ik kom daar en dan komt mijn date dan binnen en die ziet mij naast hem. Naast deze guy. Ben je ongeduldig? Nee. Zo. Moet een partner wel geduldig zijn? Nee, want ik kan daar zelfs heel slecht tegen als iemand zo de hele dag zo zen is en rustig. Dan word jij juist kriegel van. Ja. Wat moet je wel hebben dan? Nou ja. Ja. Ja, wat wel, weet ik veel. Gewoon iemand die normaal is. Iemand die normaal is? Wat is... Bijna klaar voor de strijd is deze krachtpatser en womanizer Danny. Ik hoor van anderen dat ik een flirt ben. Oké. Als personal trainer zijn, dan werk je vaak op één met mensen of in een groep. En als je dan gewoon jij jezelf bent en zij denken dat ik daarmee flirt, bewust, doe ik het niet echt. Ja, ik ben personal trainer, dus ja, ik kom nogal veel in aanraking met hot babes natuurlijk. Van die sportschool babes. En ja, daar flirt ik dan wel eens een keertje mee hier en daar, weet je wel. Dat zeg ik gewoon op dit programma. Als mensen meedoen aan first dates en de dates is geslaagd, kijken ze dan ook weer terug, zeg maar. Straks heb je echt gewoon iets verschrikkelijks gezegd of zo. Natuurlijk is het ben je zenuwachtig voor de eerste date. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je van beide kanten energie moet uitwisselen. Energie uitwisselen. Ja, dat is wel een ding, hè. Als je er voor mij niet aantrekkelijk uitziet, dan zal ik ook niet heel snel een gesprek met je starten. Ik vind het leuk hoe mensen doen alsof dat apart is of zo. Ja, ik moet wel bekennen, als ik je niet aantrekkelijk vind, dan zou ik niet snel op je afstappen. Doei! Veel plezier. Danny, aangenaam. Shirley. Het lijkt nu, zeg maar vanaf dit perspectief, zo, alsof ze niks draagt. Zo. Yes. Heb je honger? Ik heb honger. Ik heb fucking honger. Ik heb gewoon buikpijn. De ogen vond ik mooi. De ogen vond ik mooi. Ja. Ik ben niet echt van het drinken, om eerlijk te zijn, maar... Echt niet. Dat was heel snel, hè. Ik echt niet, what the fuck? Komt ze uit onder markt of zo. En wat is polenta dan? Ik denk kip. Waarom? Polenta kip? Wat? Waarom? Omdat waarom? Polo
kip in het Spaans, Italiaans, Frans. Slim hoor. Ja, Spaans voor mij. Ja. Waarom klinkt alles wat zij zegt zo denigrerend? Slim hoor. Ja, jij bent zeker zo slim of niet? Wat is polenta? Polenta is, is maismeel. Ja, dat zit je ernaast. Dus zeg maar, tuurlijk, ja. Ken je zeg maar, ja, falafel zeg maar, van kikkert gemaakt? Ik vertel zo wel. Ik wist het wel natuurlijk, ik wist het. Ik ga zo wel even vertellen. Wel leuk wat je aan hebt. Vind je dit leuk? Ja, het schijnt, dus, het schijnt een beetje hier op de tafel. Oh, ik dacht, je gaat weer zo door of zo. Nee, ik had helemaal paniek. Dat zou je zelf door moeten hebben, denk ik. Ik heb het gekocht, ik vond het fantastisch toen ik het op die site zag. Dus ik heb het gekocht. En toen dacht ik, wanneer ga ik het eigenlijk aandoen? In godsnaam, wanneer trek je dit aan? Nee. Je ziet hoe erg zij like, leeft van complimentjes, hè? Hij zegt gewoon... Wel leuk wat je aan hebt. Vind je het leuk? Ze geniet daarvan, hè? Maar wat doe je nog verder in het dagelijks leven? Weinig. Weinig? Nou, recht voor zijn raap, dat is duidelijke taal. Hoe verdien je je geld? Misschien een heel directe vraag. Nee hoor, dat mag ik best vragen. Ik weet niet of jullie heel blij mee gaan zijn. Maar ik verdien mijn geld gewoon op OnlyFans. Oh, really? Ja, zeker. Oh, nice. Nice. Ja, dit is het. Nice. Ik had geen idee. Maar oké, weet je, zij verdient geld met OnlyFans. Niet iedereen vindt dat chill, dat snap ik. Sommigen hechten er heel veel waarde aan dat, dat hun zeg maar de enige zijn die hun partner ziet op die seksuele manier. Nice. Ja, dit is het ding toch? Is heel makkelijk het geld verdienen? Heel makkelijk. Echt. En joh, kan het zo gek maken als je zelf wil, hè? Want zeg maar, bikinifoto's, daar redden mensen het ook al mee. Je hebt ook van die mensen die gaan zo van... Ik denk alleen maar dat het makkelijk is. Oh, het is zo zwaar, weet je, moet het... Zij gaat gewoon, ja, super easy. Hij reageert er goed op. Deze man die zit gewoon van, oh nice. Hier is het ding, sick. Waar kan ik lid worden? Maar vind je het leuk om te doen? Ik bedoel, ik vind het lekker makkelijk om te doen. Maar niet leuk. Ik vind het niet erg. Het is best leuk, ja. Vind je het leuk? Niet vind je het erg? Niet vind je het makkelijk? Vind je het leuk? Ik denk dat het antwoord dus nee is. Nu ben ik personal trainer dan. Dat vind ik echt... Dat vind je leuk. Dat vind ik echt... Yo, ik verkoop naaktfoto's. Oh, nice. Ja, ik ben personal trainer. En dat vind je leuk? Dat vind ik echt leuk om te doen. Sporten vind ik, want dat was mijn hobby. Sport is mijn hobby en... Zo, oh, wat erg. Dat je zegt, ja. Sporten is mijn hobby. Wat erg. Wat erg. Oh my god. Vind je sporten leuk? Oh my god. Je vreselijk. Oh, dat personal trainer. Ik denk ook gewoon echt, als ik een personal trainer zou hebben, dat ik gewoon zo'n fucking ruzie met diegene zou krijgen. Ja. Oh my god, personal trainers, ik haat ze zo. Oh my god. Verschrikkelijke mensen zijn het. Gatver. Wat jullie doen allemaal, als je toch zegt... Wat jullie, hè? Jouw soort, hè? Wat jullie doen allemaal, als je toch zegt... Ik kan niet meer. Dan zeggen jullie allemaal... Jawel, nog 20. Kom op, je kan je wel. Nou. Is het echt van... Ja, fuck, dat is wel hoe het gaat. Je neemt geen personal training als je niet wilt trainen. Nee. Toch? Dat bedoel. Ja. Nou, jawel. Want ik wil dus eigenlijk niet trainen, maar ik wil wel dun worden. Sporten is slechts een klein deel van het proces van afvallen. De key zit in de voeding. Je hoeft niet te sporten om dun te zijn. Maar dan moet je niet gaan... Kijk, dan moet je op voeding letten. Goeie, dat is een goede comeback. Voeding letten. Maar dat wil ik ook niet. Ja, dan moet je niet zeuren. Snap je mijn dilemma hier? Snap je mijn... Ik wil niet op mijn eten letten. Ik wil niet sporten. Maar ik wil wel dun zijn. En dan heb je nog een leuk adresje voor je. Ja. Welk dan? Hij is in Turkije. En dan ga ik ook heen. Oh echt? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, ik ga niet sporten en dan ga ik niet om mee te letten. Dus dat ga ik zeker gewoon lekker laten wegzuigen. Staat het al gepland? Ja. Wanneer? Volgende maand. Dat is wel sick hè, dat ze reality tv heeft gedaan. Pak sporten, laat gewoon wegzuigen joh. Het is duur, maar ik kan het betalen. Rook je? Nee. Kut. Maar je mag wel roken. Dat vroeger ze wel een vraag. Ze zeggen van, vind je het erg als mensen roken? Ik zeg nee. Ik bedoel, als ze willen roken, roken ze maar. Ik zei, hun vroeg ook al, maar vind je het erg als mensen roken? Ik zei nee, fijn juist. Zij zei, oh, vind je het erg als mensen niet roken? Dat zeg je. Wat? Ik word hier brein dood van. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nee. Ik had niet verwacht dat ik zo iemand tegenover me zou krijgen, zeg maar. Die gewoon, die ik echt wel leuk... zou vinden. Hij is echt iemand die ik wel leuk zou kunnen vinden, ja. Wil je hem nog een keer zien? Nee.
Hij is gewoon echt flatlined. Een conversatie met haar heeft een breindood gemaakt. Dit was een wild ride. Laat mij weten in de reacties wat jullie hiervan vonden. Dit was niet het meest romantische liefdesverhaal. Jongens, ik zie jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!